Hallo, mijn naam is Stef Nijland. Ik ben 21 jaar, geboren in Hoogezand, Sappemeer. Ik speel momenteel voor Willem II en mijn debuutwedstrijd was uit bij Heerenveen. Ik ben begonnen met voetbal in Eindhoven bij RKSV Nuenen. Daar heb ik een jaar gewoond toen. En vervolgens zijn we terug verhuisd naar Groningen en heb ik de hele jeugdopleiding van FC Groningen doorlopen. En heb ik daar mijn debuut gemaakt. Mijn vader is dus algemeen directeur bij FC Groningen. Ik moet zeggen dat is altijd wel leuk geweest. We hebben toch twee totaal verschillende functies, dus echt veel krijg je niet met elkaar te maken. Maar ja, in de omgang is het altijd wel leuk dat je iemand hebt waar je mee kan praten over voetbal. Mijn debuut in de Eredivisie voor FC Groningen was mooi. En mijn doelpunt afgelopen jaar voor PSV uit bij Heerenveen, dat zal me ook altijd bijblijven. Dat zijn momenten, dat vind ik moeilijk om te kiezen. Maar als ik iets moet kiezen, dan is het denk ik toch mijn debuut voor FC Groningen. Ik was in de voorbereiding net bij de selectie gekomen en mocht 10 minuten meedoen. We wonnen met 0-3 en ja, ik mocht een onderdeel van een goal uitmaken met door middel van een assist, dus dat was wel mooi. Mijn favoriete positie is aanvallende middenvelder of als tweede spits. Ik hou van om centraal in het veld te staan, om van daaruit door middel van loopacties me vrij te kunnen spelen en een individuele actie. Dus dat zijn eigenlijk mijn kwaliteit en mijn favoriete positie. Mijn favoriete speler in de Eredivisie is Ibrahim Afellay. Daar heb ik ook mee samen mogen spelen bij PSV. Dat is gewoon een speler die heel goed kan dribbelen en met inzicht heel veel kan bereiken. Dat vind ik wel de beste speler momenteel in de Eredivisie. Mijn lastigste tegenstander dit seizoen was Ronnie Stam. Hij bleef eigenlijk 90 minuten lang geconcentreerd. En ik ben een speler die dan veel naar binnen trekt. Eigenlijk overal op het veld heeft hij me gevolgd daarin. Dus dat vond ik wel een lastige tegenstander. Nou, ik kijk eigenlijk niet heel ver vooruit. Ik wil nu eerst bij Willem II dit seizoen gewoon goed afmaken. En dan is mijn intentie om terug te keren bij PSV en om daar gewoon te gaan slagen de komende 3 seizoenen nog. Ik zou willen vragen of het doelpunt tijd voor Willem II gaat maken. Ja, dat is mij in het begin ook al gevraagd, maar dat vind ik moeilijk om daar antwoord op te geven. Het is heel, heel cliché om te zeggen van het belangrijkste is dat ze gemaakt worden, maar ja, ik hoop dat ik dit seizoen nog een aantal belangrijke kan maken. Dat we zodoende ook de play-offs kunnen ontlopen nog. Mitchell, ik heb een vraag voor jou. Hoe belangrijk is de kleding voor jou?